Het bloemetje van de week wordt mede mogelijk gemaakt door Purvis. Bloemen en planten op het Rivierenplein in 's-Hertogenbosch. Welkom bij het bloemetje van de week. Ik sta hier bij het steunpunt Zelfhulp in Den Bosch. En hier werken heel veel vrijwilligers. Ik zou zeggen, laten we even gaan kijken. Goedemiddag. Wij zijn van TV 73. Mogen wij misschien heel even binnenkomen? Ik heb iets moois bij me namelijk. En dat wil ik graag overhandigen. En als het mag, heel even over jullie zelfhulpgroep praten. Dat mag. Oké. We staan hier nu binnen. En dit is heel bijzonder. Het is gewoon een oud klooster waar we zijn. Moet je kijken hier. Prachtig glas in lood. Oh, ik hou hiervan. Tilburg geweest. Wat zegt u? Het is een klooster van de Vraders van Tilburg geweest. En tot wanneer is dat hier in gebruik geweest? Wij zijn er 6 jaar geleden hier binnengekomen. Nou, dat is een leuke bijkomstigheid om zo nog eens in een klooster te komen. Ja. Maar daar komen we natuurlijk niet voor. Nee. We komen om een bos bloemen te overhandigen en om even te praten over wat jullie hier allemaal doen. Ja, we steunpunt Zelfhulp, Hertogenbosch en regio hier allemaal doet. Daar gaan we. Precies. U uitleggen. Heel mooi. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Ruim 10 jaar zelfhulp in Den Bosch zie ik hier liggen, het boekje. Ik vroeg me af, toen ik deze opdracht las, waar we naartoe gingen, van wat is dat nou precies? Dus ik heb uiteraard de website bezocht. En daar vloog me eigenlijk zoveel aan, wat ik daar zag en wat ik daar las. Ik kan dat zelf niet heel goed samenvatten. Maar ik denk dat hier 3 mensen zitten die mij daar heel veel over kunnen vertellen. 3 bijzondere mensen, vrijwilligers bij deze stichting is het, denk ik. Hè? En ik wil jou vragen, Theo, kun je een beetje in het kort samenvatten wat dit is voor een stichting? Ja, ik kan het heel kort en lang vertellen. Ik zal mijn best doen. Ik ben Theo Leemans, zoals ik net al gezegd. Medeoprichter van het steunpunt Zelfhulp. Wij zijn ongeveer 13 jaar geleden begonnen met een aantal mensen. Ik noemde al het verontruste Bosschenaren. Wij vonden met z'n allen dat er iets ontbrak in Den Bosch. Nu is het heel gewoon, de burger moet het allemaal zelf doen. Daar zijn wij toen mee gestart. En vanuit 3 verschillende invalshoeken. De ene was de verslavingskant, de verslavingszorg. Nu wordt het allemaal genoemd mensen die verslaafd zijn in herstel zijn. De andere was de chronisch zieke. Nou, daar valt een hele grote groep onder. En de GGZ-problematiek. En dan zijn wij begonnen met 3 groepen. Ieder op zijn eigen manier. En uiteindelijk zijn wij op West begonnen. Sjusjelaan. We zijn 3 keer verhuisd. Uiteindelijk zijn wij hier terechtgekomen. En vanaf dat we in de Soniestraat zitten met een eigen ingang, eigen ruimtes, waar we echt mensen kunnen ontvangen. Daar bleek het al vrij snel heel hard te gaan lopen. We zijn van 3 groepen uitgegroeid naar ongeveer 30. Ik zeg altijd plus minus 30. De ene keer is het 28 en dan is het 34 groepen. En op allerlei gebied, wat ik net noem, die 3 hoofdthema's, die zitten er altijd in. Maar er is bijvoorbeeld laatst is er een groep gestart, de ziekte van Meniere. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dan hadden wij gedaan met z'n allen in verdiepen. En dan blijkt je hoe moeilijk het is. En dat die mensen dan bij 3 verschillende instanties terecht moeten. Maar elkaar hier vinden, op het lot. Wij hebben ook met Joop, hebben een jaar of 8 geleden, hebben wij een lotgenotengroep opgezet, astma COPD. En uiteindelijk ontstaat er dan een groep. Nou, die groeit en die blijft maar doorgaan. En is dat iedere zo'n bijeenkomst, is dat bijvoorbeeld iedere week? Dat is zeer wisselend. De verslavingskant die komen wekelijks bij elkaar. En meestal op de avond. In de weekenden kunnen mensen hier terecht. Als ze het allemaal zelf regelen. Want wij hebben geen beheerder. En omdat wij een vrijwilligersorganisatie zijn, krijgen de mensen heel veel de kans om het allemaal zelf te doen. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? In het weekend iemand die bezig is om van zijn verslaving af te komen, heeft plotseling een dringend behoefte aan een gesprek met iemand of ander soorten hulp. Wordt er dan iemand gebeld en hier afgesproken? Hoe werkt dat precies? Nee, zo werkt dat niet. Wij zijn geen hulpverleners. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met allemaal ervaringsdeskundigen.
Hier zijn bijeenkomsten. De mensen zelf noemen het meetings. En als iemand echt noodzakelijk een hulp nodig heeft, nou, dan zijn daar de betaalde instanties, de groot, bijvoorbeeld Novo de Kentron. Dan moeten mensen naartoe met hun directe problemen. Want wij nemen daar van Novo de Kentron niet over. Nee, het zijn puur de bijeenkomsten om te praten over de problemen, begrijp ik. En die worden georganiseerd hier in dit gebouw door jullie. Ja, met ons samen. Met jullie, ja. Er is begeleiding van... De groep die hier in huis is, die begeleiden zichzelf. Dat is, wordt begeleid door ervaringsdeskundigen. Iemand die ook verslaafd geweest is, leidt een groep met mensen die bezig zijn om van hun verslaving af te komen. En dat noemen wij de ervaringsdeskundigen. Ja. Tegenwoordig zeg ik ervaringskundig, want de mensen die ervaringsdeskundig zijn, daar noemt iedereen voor het. De beroepskrachten noemen zich ook al ervaringsdeskundigen. Maar wij werken met ervaringskundigen. En er zijn mensen hiernaast, zitten met er een. En Joop, en zo zitten wij allemaal hier. Jullie hebben het zelf meegemaakt. Jullie zijn daar geweest waar die mensen nu zijn. Ja, bijvoorbeeld chronisch zieken, als je astma COPD, nou weer de hartpatiënten, longpatiënten. Die weten precies van elkaar. Die hoeven niet te zeggen, het boekje geeft het al aan. Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat. Nee. Dit is, hier gaat het over. Hier hoeven mensen niet uit te leggen. Hier begrijpen ze elkaar. En wij willen ook voorkomen dat we de hulpverlener gaan spelen, want dat willen we niet. Nee, dat is niet jullie taak. Nee. Daar zit een deskundige bij, zoals u het zegt, hè? Aan uw zijde hier zit iemand die zo'n deskundige is. Zou je daar iets over willen vertellen? Ja, ik ben hier ervaringsdeskundige. Op welk gebied? Het gebied van psychisch herstel. Dus mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben, of ja, aandoening hebben, hoe je het wil noemen. Die probeer ik eigenlijk weer in te laten zien hoe je weer een fijn leven kan hebben met je kwetsbaarheid of aandoening. En dat is eigenlijk meer ontstaan uit het feit dat ik zelf ook een flinke depressie heb gehad met opnames en behandelingen en dagbehandeling. En dat ik merkte dat daar heel veel behoefte aan was om daar mensen onderling ook over te laten praten. Dus ik heb hier twee zelfhulpgroepen het opstapje opgericht. Is het nu... zeg maar een stichting waar echt mensen met van alle leeftijden komen? Of is het toch een bepaalde grens dat je zegt, nou, het zit toch wel boven de 40 of nee? Alle leeftijden. Ja. Want drugsverslaving zal misschien meer bij jongeren dan bij ouderen, of zie je dat helemaal fout? Dat ziet u helemaal fout. Ja? Dus jong en oud. En als ze hier komen, dan zijn ze clean, anders mogen ze hier niet komen. Nee. En ze houden elkaar, houden ze clean. Dat is de opzet van die zelfhulpgroep, AA en NA, narcotica enzovoort. Nou, was het allereerste wat me opviel toen ik de website opstartte, was een lange foto van 6 of 7 jonge mensen die allemaal dit gebaar maakten. Zou je eens kunnen uitleggen wat dat is? Je hebt goed huiswerk gedaan. Dat ziet er heel mooi uit. Je hebt op televisie geleerd. Nee. Zo ben ik nou eenmaal. Nee, maar die website die is nou door jonge mensen opgepakt. Wij hadden een website, die hebben wij in het verleden, dat moet ik toch Joop en Theo noemen, en een aantal mensen meer natuurlijk. En dat is de oude garde. Wij zijn vanaf het begin erbij. Ja. Dit is heel frisse ideeën. En die hebben gezegd, wij gaan hem opfrissen, letterlijk en figuurlijk. En dat zie je dus terug. We hebben ook een huisfotograaf die dan die foto's maakt. En dan zijn er mensen die thuis, op hun computertje, thuis deze website bouwen. En die zeggen dan, dat moeten we zo doen. En dat gebaar van, het is hier prima. Zij vinden het goed. Zij hoeven hier niet uit te leggen. Ze hoeven zich niet te verdedigen. En dat is zo gemêleerd, die groepen die we hier hebben. Ik noemde net de drie hoofdthema's. Maar als ik zie wat bij de chronisch zieken, wat hier binnenkomt. En niet alleen het ziek zijn. Bijvoorbeeld, er komen opa's en oma's hier binnen die hun kleinkinderen niet kunnen zien of mogen zien. Nou, en dan ontstaat er spontaan een groep. En dan weet je niet wat er gebeurt, wat daar naar boven komt. Maar dat is niet alleen het niet kunnen zien van dat kleinkind. Nee, maar dan komen juist alle problematieken op tafel. En dan is het zo mooi dat wij een heel breed scala aan groepen in huis hebben. En dan kunnen we een deskundige erbij halen. Maar dat doen we ook een deskundige professional erbij halen. Als wij bijvoorbeeld een longverpleegkundige uitnodigen, die weten niet wat ze ervaren in een groep bij ons. Als wij een SPV'er,
uitnodigen, dan moet hij eerst alle trappen gaan bewandelen aan zijn baas, dat bovenin vragen of hij bij ons mag komen en of hij vrij kan krijgen, want wij betalen daar niet. Nee, het is ook voor die mensen is het vrijwilligerswerk. Ja, was het maar waar. Er zijn erbij die het wel willen, maar als wij... Die mogen dat dus niet? Nee, natuurlijk niet. En dan hebben we erbij die dat wel in hun vrije tijd doen. En dan zijn wij als steunpunt, dat beetje wat we dan nog hebben, dan geven ze een VVV-bon van 15 euro. Ja. Als blijk van waardering. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Als wij hier deskundigen in een huis krijgen, en dan heb ik het niet over ervaringsdeskundigen, maar dat zijn mensen die weten niet wat hier gebeurt. Dat is onvoorstelbaar. Ja, daarom is natuurlijk een programma als dit ook een hele mooie opstap, wil ik niet zeggen. Want jullie zijn al zo lang bezig. Maar toch wel een soort van reclame. Dat is ook geen goed woord, maar ik kom nou even opnieuw op iets beters. Om de streep te trekken van als je je dan niet goed voelt door een of andere ziekte of psychische toestanden, ga bij zijn zelfhulpgroep. Maar ook waarschijnlijk als er een probleem is waar nog geen zelfhulpgroep voor bestaat, kunnen ze contact opnemen met jullie en wordt dan bekeken van wat jullie kunnen betekenen voor zo'n persoon. Ik hoor jullie verhalen nu zo en dan denk ik bij mezelf, nou, jullie doen dit als vrijwilliger. En ik geloof absoluut, het is prachtig om te doen, want hoe goed moet het voelen om mensen te kunnen helpen. Maar aan de andere kant lijkt het me ook zwaar. Want het zijn wel de zwaarste problemen van het leven die je hier tegenkomt. Ja. Hoe doseer je dat voor jezelf? Zeker net als voor jou, omdat jij daar ook in gezeten hebt en dan zo'n groep eigenlijk leidt. Hoe doseer je dat niet weer te veel op jouw rug gaat hangen? Hoe doseer je? Ja, ik heb daar natuurlijk ook mijn eigen weg in gevonden. Hè, inmiddels, hè, ook omdat ik zelf natuurlijk het mee te maken heb gehad. Dus voor mij zijn altijd de drie R's heel belangrijk. Rust, reinheid en regelmaat, nog steeds. En daar hou ik me ook nog steeds aan. En ik ben ook echt bewust mijn rustmomenten in. En ja, en ik word ook wel eens door deze heren afgeremd. Van, wij houden ze wel in de gaten, hoor. Dat ze niet te enthousiast wordt. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je de grenzen bepaalt inderdaad. En dat je ook, want ik kan me dus ook heel goed voorstellen. Waar ik net op doelde. Hè, dat je gaat mensen kennen natuurlijk. Je leidt groepen enzovoort. Dus je krijgt ook een bepaalde band waarschijnlijk met mensen. Ik zie jullie allebei, alle drie eigenlijk heel instemmend knikken. Die grens moet je stellen, denk ik, van tot hier en verder niet. Want anders dan blijven mensen waarschijnlijk naar jullie terugkomen. Ook op de momenten dat je dat even gewoon niet kan. Nee, natuurlijk enkeling. En daar maak je goede afspraken over. Maar het mooie van deze initiatief is zelfhulp. De groep vangt elkaar op. En wij zeggen altijd als steunpunt, luister eens, de hulpverlening is de hulpverlening. En daar moet je zijn met alle problemen. En dat is ook het streven van dit steunpunt in zijn totaliteit, en zeker naar de toekomst toe, dat die organisaties ook de verantwoordelijkheid willen nemen en durven nemen en niet dit initiatief als een soort van concurrentie zien. Dit is een en-en. Ja, het bestaat naast de reguliere hulp die er is. Maar juist op de punten waar de reguliere hulp niet meer aanwezig is of het af laat weten, daar zijn jullie. Ja. En ik vind dat, ik vind het een schitterend verhaal. Ik denk, we kunnen er nog ontzettend lang over napraten. Ik raad iedereen aan om in ieder geval jullie website te bezoeken. Ik denk dat het ook een prachtige opstap is voor mensen die dit zien en die denken van, ik heb eigenlijk ook iets waar ik verschrikkelijk mee zit en waar ik geen kant mee op kan. Die mogen jullie altijd bellen, denk ik. Jij maakte aanstalten, die wilde nog iets zeggen volgens mij. Hier zitten drie bestuursleden van Steunpunt Zelfhulp, Zegt Hoogenbos en Regio. En naast de bestuurlijke functie begeleiden wij ook groepen. Theo en ik die begeleiden de astma-CPD-groep en de groep grootouders die hun kleinkinderen niet kunnen of mogen zien. Van Suzanne, Christine, ja, dat heb je net gehoord, van het opstapje. Ja. Dus, en wij krijgen, hoe moet ik dat zeggen, een kracht van die zelfhulpgroepen.
Want bij ons in de astma CPD-groep kwam een mevrouw binnen, hoestend en proestend, heel zielig. En de groep heeft die mevrouw opgepept. Ze neemt beter de medicijnen. En enkele van de astma CPD-groep die gaan met die mevrouw sporten voor de astma CPD-patiënten. En na een jaar, die mevrouw die vrolijkt helemaal op. En als blijk van dank heeft ze dat schilderijtje gemaakt. En daaronder staat een tekst van haar, hoe dat ze er opknapt in zijn groep. Dat zijn dan dankbare momenten om zoiets te ontvangen. Ja, dan zeg ik, daar doen we het voor. Precies. En dan krijgen wij de energie van. Dat begrijp ik. Ik wil nog één dingetje eventjes met jullie bekijken. En dat is het tegelwandje in de hal. Is dat goed? Ja, dat is bijzonder. Ja. Ja, dat viel me gelijk op toen ik binnenkwam. We hebben in een bijeenkomst de mensen op een tegel laten schrijven wat de zelfhulp voor hun betekent. Ja. Gaan we heel eventjes bekijken. We staan hier nu dus bij, ja, ik noem het maar een tegelwandje. Jullie hebben mensen in de zelfhulpgroepen op laten schrijven op een tegeltje wat de zelfhulp nu eigenlijk voor hen betekent. En ik pak er gewoon een paar uit die eruit springen voor mij. Ja. Wees mild, want wij worstelen alle. Ik vind dat zo prachtig opgeschreven. Dan denk ik van, Ik kan me helemaal voorstellen hoe iemand nou bedenkt van, wat betekent zelfhulp voor mij? En dan op deze spreuk komt. Ik word daar stil van. Maar ook heel simpel, zelf is hulp. Uiteindelijk kan ik het ook om zelf doen. Dat is altijd geweest. Zelfhulp die is al een eeuw oud. En dat is net of er iets nieuws is. Is er altijd geweest. Vroeger deden mensen elkaar helpen, hadden burenhulp en noem maar op. En in dit huis, in dit mooie pand, gebeurt juist wat onder andere in de nagammen verkondigd wordt. De mensen, de burgers moeten het zelf doen. Onze burgemeester, dat is een fantastische man, die roept maar. De kracht van Den Bosch, de kracht van Zetogen Bosch. En de burgers moeten het zelf doen. Wij doen niet anders. En dat staat daar beschreven van een aantal mensen die erbij op die bijeenkomst waren. En dat is juist het prachtige wat hier in dit pand gebeurt. En niet alleen hier binnen, ook er buiten. Want we hebben natuurlijk ook contacten buiten dit gebouw met groepen die elders gevestigd zijn. Ja. En als ik het toch mag noemen, daar heb ik net over. U wilt heel graag even vernoemen. U heeft een nieuw project. Ja, wij zijn met een aantal mensen die via men noemt dat het budgetgroep, zelfhulpgroep, die hebben het initiatief genomen. Met 5 mensen gaan ze anderen helpen, eerst zichzelf, om te gaan met minder geld. Mensen die via een uitkering rond moeten komen. Nou, daar hoef ik allemaal niet op te noemen waar ze allemaal vandaan komen. De ZZP'ers, dat is een hele vergeten groep. Nou, dit initiatief, wij hebben met 5 studenten uit Nijmegen contact gekregen, rechterstudenten. Die gaan deze 5 mensen ondersteunen om hier een soort van spreekuur, een groep op te starten om met elkaar om te kunnen gaan met minder geld. En als er dan deskundigheid nodig is, dan wordt die gevraagd, kom eens bij ons. Dat niet al die mensen die in de shit zitten, zo noem ik het maar even, altijd en eeuwig naar het stadskantoor moeten, altijd en eeuwig naar, noem ze allemaal op, sociaal loket. Vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden. Wel. En die komen hier zitten juist alle mensen met die ervaring. En die gaan anderen ondersteunen en helpen. En we wilden niet weten hoeveel dat daar op het moment al op afkomt. Goed, ik heb hier 3 hele enthousiaste vrijwilligers op een rij staan. Ik vind jullie heel bijzondere mensen. Ik vind jullie hele bijzondere mensen. Ik heb hier de folder. Hier hoef ik niet te zeggen dat het goed met me gaat. Dat, zoals jij ook zei, Theo, dit drukt precies uit hoe de mensen zich hier voelen. De symboliek van de groepen die hier gevestigd zijn in het klooster zal niemand ontgaan. Ik voel ook een soort van rust die hier uitstraalt in dit gebouw. Ik zou zeggen, ga allemaal de website eens bekijken en verdiep je eens in wat deze mensen hier doen. En misschien kunnen ze ook nog wat betekenen voor u. Dit was Bloemetje van de Week. Bedankt. Tot de volgende keer. Het Bloemetje van de Week wordt mede mogelijk gemaakt door Purvis, bloemen en planten op het Rivierenplein in 's-Hertogenbosch.